Dankjewel. Doe je mee aan de handige spaaractie? Ja. Ik denk dat ik wel een handdoek kan gebruiken. Familie naar de Provence. Ik moet alles nog inpakken, dus ik moet echt wel een beetje doordoen. Is er nog iets? Ja, sorry hè, maar ik heb echt wel iets beter te doen dan hier te kijken naar wat ongemakkelijke schuifel. Binnen 10 minuten heeft ons Carlijn gedaan met school. Je ziet het dus van hier dat ik voor opvang ga betalen hè. Gedaan. Niets. Ik zie het zo. Niets. Gaan die niet? De gordijnen zijn zelf nog toe. De afwas. Staat er ook nog altijd van vanmorgen. Hier. Boekjes lezen. Dat kunnen wel, hè? Ik moet alle dagen mijn nikkel afdraaien voor u. Evelien, ik ben het zat. Ik doe hier alles voor u. Ik doe boodschappen, ik haal het geld binnen. Ik doe de was. Hé. Laat mij rust. Waarom? Ik heb tijd nodig. Evelien, ik weet dat het nogal plots is, maar mag ik even iets zeggen? Ik zou wel eens sorry zijn voor wat er gebeurd is. Ik weet dat ik vroeger nogal hevig reageerde en veel te snel. Maar kunnen we het niet nog eens opnieuw proberen? We hadden het toch goed samen? Ik ben er zeker van dat het nu beter gaat gaan. We zijn er altijd uitgekomen. Sorry, maar ik kan niet meer. Evelien, ik snap dat niet. Ik weet dat je mij graag ziet. Ik neem op zijn minst een snoepje. Waarom wilde jij nu die fucking snoep niet aannemen? Besefte jij wel wat ik vroeger allemaal voor u gedaan heb? Besefte jij wel dat ik er altijd voor u stond? Ik moet echt weg. Evelien! Snoepje. Dank je. Kleurrijk. En lekker. Beste snoepje dat er is. En het tovert een glimlach op ieders gezicht. Zie je? Ik ben Kenneth. Ja,